Helmond, donderdagavond 22 mei. Het is rond de klok van 10 uur. De meeste mensen zijn op dat tijdstip gewoon thuis. Dat geldt ook voor de bewoner van een huis aan de Maaslaan. Zijn vriendin is die avond even weg en hij maakt er een relaxed tv-avondje van. Boven slapen de twee kinderen van het stel van 3 en 8 jaar oud. Hij gaat zo op in het programma dat hij niet in de gaten heeft dat er buiten 2 mannen naar de voordeur lopen. Hij is niet helemaal gerust, want op dit tijdstip verwacht hij geen bezoek meer. Ja, wees. Mama, wat zeg je? Mama, ja, kom lekker achterom. Als hem niet duidelijk wordt wat de 2 mannen willen, laat hij ze toch maar even achterom lopen. Dat lijkt hem beter. Terwijl de mannen om het huis heen lopen, loopt de bewoner de tuin in. Ja, wie is het? Kom met de maat bij, dan ga je goed letten. Ja, welke maat? Ja, de hamer is het trainer. Gewond aan zijn hand ziet de bewoner toch kans te ontsnappen en weet de daders achter zich te laten. In het huis liggen de kinderen. In de Dongenstraat stappen ze in een kleine auto en racen weg, richting winkelcentrum Brouwhorst. Het huis en de schutting zijn geraakt door een kogel. Met de kinderen is gelukkig alles goed. Je wilt er liever niet aan denken aan wat er had kunnen gebeuren als die kogel een andere weg had afgelegd. Het slachtoffer weet zich in veiligheid te brengen bij iemand uit de buurt. En de daders, die hebben we op beeld. Vooral op het moment dat de 2 mannen voor de deur staan, zijn ze goed te zien. 2 getinte mannen, allebei met petje en waarschijnlijk van Antilliaanse afkomst. Ze dralen wat bij de voordeur en als ze dan niet worden binnengelaten, lopen ze om. In de achtertuin is niet helemaal goed te zien wat er nou gebeurt. Het blijft een beetje schimmig. Totdat een van de daders richting de achterdeur loopt, mogelijk gewapend met een pistool. Even later loopt hij weer naar de poort. En nu zien we duidelijk zijn rugzak. En weg zijn ze. Het gaat dus om 2 getinte mannen van waarschijnlijk Antilliaanse afkomst. De eerste is zo'n 1,80 meter lang, een jaar of 30 en heeft een sportief postuur. Hij heeft mogelijk een sikje. Verder kort zwart haar, hij droeg een petje. Wat verder opviel was zijn oorbel met een diamantachtig steentje. De tweede dader is wat groter en jonger dan de ander. Ook hij draagt een petje. Als u een vermoeden heeft, de tiplijn is nu open. Vanaf hier rennen die daders de straat in, hier de Dongenstraat. En daar stappen ze in een kleine donkerkleurige auto, waarschijnlijk een Volkswagen Polo. En dan gaan ze met een behoorlijk hoge snelheid vandoor in de richting van winkelcentrum Brouwhorst. En de vraag is natuurlijk, wie herkent die mannen op de bewakingsbeelden? En ook al is het al enige tijd geleden, wij denken dat we nog niet iedereen hebben gesproken die mogelijk iets gezien heeft. Misschien ook wel van voor het incident en juist aan die mensen dus de oproep. Herinnert u zich nog iets? Neem dan vooral contact met ons op. Het kan nog steeds. Even terug in de tijd dus, naar donderdagavond 22 mei. Een schietincident in de Maaslaan in Helmond. Er werd geschoten, geschreeuwd en er was paniek. Wie weet meer? Wie herkent de mannen op de bewakingsbeelden? U kunt uw informatie niet alleen doorgeven via de tiplijn op 0800 60 70, maar ook anoniem via 0800 7000. Verder zitten er ook mensen van het Team Nationale Criminele Inlichtingen klaar op 079 345 8999.